Dit is in het nieuwe jaar de eerste van 5 tegen 5. En we vallen gelijk met de deur in huis, want hier zijn onze kandidaten van vanavond. Voor de 3e keer alweer in het programma, maar nog zonder 5000 gulden. Dit is de familie Belderok uit Nijmegen. En zij spelen vanavond tegen 5 nichtjes. Dit is de familie De Jong uit Rotterdam. De eerste 5 tegen 5 in 1983 staat ook nu onder leiding van uw gastheer Willem Ruis. Oh. Ja. Nou, ik heb vorige week dus op oudejaarsavond het jaar voor u afgesloten. U ziet me nu weer voor het eerst in de huiskamer. Namens ons allen hier, één gelukkig nieuwjaar. Dankjewel. Dag Jan. Ik heb weer geen telegram weer binnengekregen. Nee, niemand reageert erop. Om ons heen toch? Om ons heen, ja, hoor je toch heel veel. Heel goed, zo. En, ik ga even naar de overkant toe. Ik ben even bij de overkant nu. Hallo. Ook wel gelukkig een jaar nog, hè? Ja, dankjewel. Is er maar meteen... Zo. Ja, vooruit dan. Wie zit al? Eentje zat, hè? Eentje zat, ja, okay, voorlopig. Maar, ja, voorlopig wel, Marion. Marion. Ja, hallo Marion. Hoe gaat het? Goed. Wat heb je oudejaarsavond gedaan? Een heleboel oliebol gegeten. Ja. Vuurwerk afgestoken natuurlijk. Ja, inderdaad. En je hebt dus allemaal nichten meegenomen. Nichten, ja. Nou, laat de nichten maar even zien dan. De volle nicht, Jacqueline. Een volle nicht, Jacqueline. Nog een volle nicht, Carla. Mag wel zeggen. Een volle nicht, Diana. Alsjeblieft. Nou, een half volle nicht, Linda. Die pakken we ook in, hoor. Goed zo, hè. Wat leuk. Maar het is echt allemaal vol, hè? Het is allemaal vol, ja, ik begrijp het. Maar er is dus een meneer, die komt een mevrouw tegen. Ja, die opa en oma. Dat is opa en oma. Die krijgen kinderen. Ja. Hoeveel hadden die er? 8. Die hadden 8 kinderen. Die zijn allemaal getrouwd en hadden kinderen. Heleboel. En daar zijn jullie het product van. Ja, onder andere. Wat doe jij? Van alles. Overdag ben ik moeder. Ja. En s'avonds ook wel. Ja, nou, dan zit ik voor een eindexamen van MO Duits. Oh zo. Ja, zo. Oeh, dan zullen we maar afpassen, niet? Ja. Hallo Jacqueline. Willem, nog een gelukkig nieuwjaar. Ja, jij ook. Je hebt voetbal op je borst halen. Ja, ik ben voetbalfan. Ja? Ja. Wat voor voetbal? Feyenoord? En Excelsior. En Excelsior? Ja. Oké. Okay. En zelf doe je ook nog wat, of niet? En de nou voetbal? Ja, voetbal, maar alleen zomers. Zelf? Zomers. Ja, jij zelf? Ja, zelf. Loop je achter de bal aan? Ja, tuurlijk. En waar speel je? Rechtshalf. Rechtshalf? Ja. Een volle nicht die rechtshalf speelt. Ja. Hoi, ja. Gelukkig ja, ik zou zeggen, hè. Maar ja, ging goed, hè. Hey, wat doe jij? Werkeloos, schoolverlaten. Schoolverlaten? Ja. Had je even moeten blijven zitten een tijdje misschien? Ja, dat is nou ook weer niet nodig. Vervelende grappen en zo dus. En waar woon jij? In Maasdam. Waar ligt dat? Dat is bij Rotterdam dus allemaal. Ja, in de buurt, maar het is wel een inter vandaan, hè. En jullie hebben beesten thuis, hè? Ja, koeien. Ik moet altijd vroeg uit om koeien te melken en zo. Eieren rapen. Oh ja? Ja. Goh, wat leuk lijkt me. Dan kom ik nog op terug. Ja, elke dag. Die van mij zijn van de leg, die krengen. Joh, die leggen niks, die kippen van mij. Oh, nep eieren bijleggen misschien? Ja, zal ik een pakje kopen en dan leg ik erbij? Dat net als misschien wel als voorbeeld. Ha, kleine! Ja. Oh, die van harte, jij ook wel. Je hebt een heel fijn 1983. Ja, hoe is die aan? Goed. En wat doe jij? Hetzelfde als mijn nicht, werkloos. Nou, gelukkig nieuwjaars, hè? Ja. Nou, lukt het, kom je een beetje door? Ja, hoor. Oké. Okay. Hallo Linda. Hallo Linda. Nou, daar gaat hij. Ja, gelukkig nieuwjaar. 5 nichten, hè? Wat doe jij? Ik zit op school. MAVO. MAVO. Ja. En vierde klas. Oh, eindexamen 83 voor een kroonjaar. Ik hoop het. Ja? Ja, dan moet je er dus doorheen natuurlijk. Ja. Nou, jullie nemen het op tegen een doorgewinterd stel. De Belderokjes. Ah, dit zijn de jongetjes. Ja, leuk bedankt! Ja, Jan. 14 dagen geleden voor het laatst. Dus even het geheugen opfrissen. De totaalscore die jullie hebben ben ik vergeten, maar die zit zo rond in de 800 gulden. Duizend. Ik dacht wel 1000. Je hebt al meer dan 1000 ongeveer? Ja, dat staat er nou niet op, maar ik ga het even opzoeken direct. En dan hopen we dat je de 5000 of de 5 nemen het over. Het is knokken. Je knokt met vanavond dezelfde weer. Dezelfde weer, mijn broer Louis. Louis, hi Louis. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar.
Kees. Ja. Gelukkig nieuwjaar. En Theo. En Theo. Oké, okay, nou dan gaan we even. Louietje? Ja, beste wens. Nog steeds in de doe-het-zelf? Nog steeds. Nog steeds in de doe-het-zelf. Ja, dat gaat prima. Gaat goed? Ja. Ja, prima. In de gipsen, bij het Sint Maarten ziekenhuis. Ook goed. Gelukkig nieuwjaar. Dat zou dan doen. Ja, precies. Heel goed aan, hoor. Aan, dan hebben we Kees hier. Round Kees. Hoe is het al? Goed. Beste wens. Aan, hoe is dat meisje? Nog steeds. Hij weet er nog? Ja. Ja, daar is hij namelijk 3 weken geleden begonnen al. Ik heb ergens nog een meisje. Hi Theo. Ja, hoe is het verder met de kinderen? Nou, alle 11 goed. Alle 11? Ja. Over wie heb je het nou? Nou, mijn vrouw's kinderen. Hè? De kinderen van mijn vrouw. Nou, dit ontgaat me even. Heb jij 11 kinderen thuis? Nee, mijn vrouw heeft 11 kinderen. Ter verzorging, laat ik het dat bij zeggen. Ik ben blij dat u dat achteraan zegt, hè. Mag wel even zeggen, de Belderokjuist! Ja, Spieler! Top 7, ik ga het weer uitleggen, het spel. Je weet het, hè, ongeveer. Het is duidelijk, hè. Het nieuwe jaar 83 hoef ik het niet meer uit te leggen. Het enige belangrijke is wie het hoogscorende antwoord op de computer geeft, heeft de kans de vraag te houden of weg te geven. Veel succes Marion, veel succes Jan. Daar gaat hij voor de derde keer jullie, voor de eerste keer jullie. Noem een ander woord voor leuke vrouw of man. Stuk. Stuk. Oh, ik dacht dat dat kwam. Hè? Ik dacht dat dat kwam. Je dacht dat dat kwam? Ja. Ik dacht je naar mij keek. Ja, je bent ook wel stuk natuurlijk. Dank u zeer.